Welkom op mijn YouTube kanaal. Als je mijn video leuk vindt, geef me een like. Abonneer en klik op de bel notificatie voor de nieuwste video. Laat in een reactie weten wat je van de video vindt. Hallo lieve mensen. Welkom op mijn Suriname Kitchen kanaal. Ik ga vandaag mijn vis spekelen. Ik ga ze even hier zetten. En dan ga ik ze pekelen. Daarvoor heb ik een aantal liters water. Want ik heb bijna 12 stuks forellenvis. En die ga ik 1 liter en 8 liter. Ik heb 8 liter water gezet. En dan ga ik zout erin voegen. Zo. En dan ga ik hem mengen. Zodat het zout opgelost is. En dan ga ik toevoegen een beetje garlic poeder voor de smaak. Zo krijg je lekkere vis als je gaat roken. Dan voeg ik toe basilicum blaadjes die gedroogd is. En dan zet ik rozemarijn. En deze dingen geven lekkere smaak aan de vis. Ik doe een beetje zwarte peper. Een beetje kentjoer. Dan krijg je een hele lekkere smaak. Allemaal mengen. Mijn kijkers die zijn zo trots op mij. Dat ze mij blijven volgen. En ik blijf jullie ook mooie, lekkere video's geven. Zodat jullie ook kunnen genieten. Dat doe ik echt met mijn plezier. En dan ga ik één voor één het visje erin zetten om het te pekelen. Dit is zalm. Die gaat erin. En deze zijn forellenvis. En zo pekel ik mijn vis. En dit moet lekker in het water gedompeld zijn. Die moeten intrekken. En die moeten 2 à 3 uur goed laten intrekken. En dan gaan we het roken. Maar hij moet goed gedompeld zijn in het water. En als je vis wil pekelen, nooit in het warm water. Want dan gaat hij koken. En dan kan je niet roken. Dan gaat hij stukjes eruit vallen. En dan ga ik hem straks, na 3 uurtjes, dan ga ik hem roken. Lieve kijkers van me, het is al zover. Ik ga mijn gepekelde vis laten uitdruipen. Ga ik hem spoelen. Die is mooi al gepekeld. En dan gaat hij lekker in de rookmachine. Ik heb een speciale doek ervoor gekocht. Om het erop te zetten. Dat het goed droog. Dan ga ik 1 voor 1 spoelen met koud water. Hier. Dit gaat straks lekker in de rookmachine. Dit is te spoelen met koud water. Zo, dit is klaar. Dit is de grootste, de zalm. Nu ga ik hem drogen. Dan ga ik een beetje kruiden erin zetten in die buik. En dan komt het helemaal goed. En nu ga ik de rookoven aanzetten. Daarvoor heb ik spulletjes gekocht. Dan laat ik jullie zien hoe ik dat doe. En nu ga ik mijn rookoven aanmaken. Ja, lieve mensen. Dit is mijn bijl. Hiermee ga ik de hout hakken straks. Dan zet ik dit aan de zijkant. Zo. En dit is een vuurmaker. Hiermee ga ik hem aanzetten. En dit is mijn rookoven. Dit heb ik speciaal gekocht om te roken erin. Dus gisteren heb ik een stukje al een beetje erin vuur aangemaakt. Zodat ze die beslag kunnen krijgen. Want je mag niet een kale oven voor het eerst aanmaken en dan roken. Het is gevaarlijk voor de metalen dingen.
Dus je moest het eerst branden dat je deze aanslag krijgt. Weet je, die kleur. En dan kan de vis straks erin, ga ik vuur maken hierin. Hier. Ga ik vuur maken. En dan ga ik de visjes hierop hangen. En dan ga ik ze roken. Dit is tijnenhoutjes. Ga ik die zetten. Het is beukenhout. En dit is rookmoot. En dit gaat de rook geven. En zo worden vissen voor mij. Dan ga ik in de buik van de vis een beetje kruiden zetten. Zo. Voor de smaak. Weet je, zo een beetje gemengde kruiden. En dan ga ik één voor één de haakjes brengen. Zo. Ja, zo. Zo gaan ze hangen in de oven. Dan doe ik dit klaarmaken. Zo. Komt helemaal goed. Gaat goed. Ik ben zo blij dat het mij lukt. Eerste keer. Ik hou van experimenteren. Ze zijn mooi gepekeld. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en de zalm 10. De oven is mooi heet geworden. Is lekker aan, mooi op temperatuur. En dan ga ik één voor één ophangen. De rookoven is heel erg heet, dat is niet de bedoeling. Ik ga deze dikke ton weghalen. Dan ga ik hem een beetje verspreiden. Zo. Nu ga ik mijn vis erin ophangen. Oef, te veel rook. Mijn ogen. Zo. Blijven. Eén voor één ga ik ophangen. Dan kunnen ze lekker gaan roken. Gaat goed hoor. Gaat perfect. Dan gaat hij lekker roken. Kan niet mis. Mag de deur dicht? Dan gaat hij zijn werk doen. Helemaal goed. Gaat goed. Ik ben zo blij dat ik het kan. Ja hoor. En niet vergeten liken en subscriben voor de nieuwste video. En comments geven. Vooral comments geven. Weet je? Dan weet ik ook waar ik aan toe ben. En de notification knop drukken voor weer een bijzondere video. Zo, lieve mensen, kijk maar gerookte vis. Hij is eindelijk klaar. En nu ga ik hem weghalen. Dus hierin heb ik gerookt. En nu ga ik ze één voor één weghalen. Kijk of het heet is. Nee, kan wel. Dit is hem geworden. Lekker. Dit is zalm. En deze zijn de forellen. Heerlijk zijn ze. Zie je? Kan het wel hoor. Ik ben trots dat ik dit heb gedaan. En vooral voor mijn kijkers. Die genieten mee. Jammer kan dat jullie niet mee kunnen eten. Maar jullie genieten wel mee om te kijken. Zo. Hartstikke mooi. Ik zou zeggen, eet smakelijk. En niet vergeten liken, hè.
en subscriben. En comments geven en notification knop drukken voor de volgende mooie video. En liken, hè, liken. Kijk, mijn gerookte vis. Dit is zalm. En dit ga ik nu weghalen, zo. Zie je, zo weghalen. Die huid. En die kop eraf. Dan haal ik het zo weg. Dit is die huid. En dan ga ik een stukje eten ervan. Mmm, yum yum. Lekker hoor. Heerlijk. Bedankt voor het kijken naar deze video. Laat in een reactie weten wat je van de video vindt. Ga ook met de video presenteren. Subscribe kanaal, like kanaal, comments dena, of notification button ko bhi daba dena, taki naya video aapko mil sake. Fir milenge, bye bye.